Hartstikke goed, jongen, kijk een gloednieuwe video. Mijn naam is Tadok en vandaag zijn we terug met de weekendleague die we natuurlijk heel lang niet meer hebben gehad. En ja, het is best wel een zieke team van de week. Nou ja, ziek. Het draait natuurlijk allemaal om deze man. Als we deze man pakken, zijn we binnen. Ik ben echt benieuwd voor hoeveel die gaat. Ik denk misschien 700, 800k, misschien wel. Ja, 97 pace heeft hij maar liefst. En ja, als we hem niet pakken, is het gewoon shit die was, denk ik. Nou ja, ik wil Lacazette ook wel pakken. Ik wil Lacazette ook wel pakken. Die lijkt me ook wel hard. Maar voor de rest maakt het me niet heel veel uit. En ik ben in ieder geval super benieuwd wat ik ga pakken. Ik ben super benieuwd hoe het allemaal in elkaar steekt. En in elkaar zit natuurlijk met die 5 player picks wat ik heb. Dus ja, ik ben super benieuwd. Dat is ook de eerste keer voor mij. Dus we gaan gewoon meteen de rewards claimen. Die gaan ze openmaken. Dus let's fucking go! Zoals je ziet, 45ste van de wereld. Gewoon een prima prestatie. 29-1 heb ik behaald. Ik bounce dus wel een beetje van mijn loose. Maar ja, het hoort erbij. 29-1. Het had eigenlijk een 30-0 moeten wezen. Hopelijk kunnen we aankomende week wel 30-0 halen. Zou in ieder geval super dik zijn. In ieder geval 5 kies je spelers. Speciaal item die ze niet verhandelbaar is. Vervangend voor Monty, als ik het goed heb. Als ik het goed begrepen heb. En 1 automatiek van de week pakket. En 3 jumbo's spelers pakket. En 150.000 muntjes. En we zijn natuurlijk gekwalificeerd. Maar we waren al gekwalificeerd. We gaan in ieder geval snel naar een pakketje toe. Let's go! Yes, dus als eerste moeten we deze dan meteen openmaken, denk ik. Ja, spelkeuze inwisselen. Laten we dat maar meteen doen. En wat gaan we eruit krijgen? We krijgen natuurlijk 5 informs. En ik denk dat ik gewoon voor de licht ga. Nou, deze is ook wel lekker super sub. Maar de licht. Ja, ik denk dat ik gewoon voor de licht ga. Kies de licht. Ik kan niet meer wijzen. Nee, we kiezen de licht. Dat is nummer 1. Dan gaan we door naar nummer 2. We gaan gewoon meteen door. We gaan er niet lang wachten erop allemaal. We gaan gewoon meteen door. En weer de licht. Huh? Ja, dat is niet heel best. Nu toe gaat het niet zo goed. Nu toe gaat het niet zo goed, maar we gaan dan een highest rated nemen, dat is de licht, maar de licht kan ik niet hebben, dus dan kies ik toch voor Spina. Weet je wel, gewoon voor de SPC, weet je wel, dus dan is het belangrijk dat je highest rated hebt. Volgens mij kan je die niet veranderen, hè? Nee, je kan niet naar de transferlijst sturen. Oké, dan gaan we door. En wat gaat hieruit komen? Dan is het weer Ospina de licht. Jongens, hallo! Ik wil wel even wat anders hebben dan Ospina of de licht op dit moment. Nou, gaan we even wat Tonelli. En nog 2 te gaan. Hier moet het toch wel iets gelukkiger in zijn, jongens. Hier moet het toch echt wel iets gelukkiger in zijn. Anders word ik echt niet vrolijk hiervan, alsjeblieft. Ja, we hebben hier voor Alakar. Ja, dan gaan we voor Alakar, denk ik. Als ik goed uitspreek. Ik weet niet of ik goed uitspreek, trouwens. Alakar. En ja, nog eentje. En ik vind het nu toe, eerlijk gezegd, vind ik het best wel shit, man. Best wel shit. Maar dan ben ik heel eerlijk, hè. Ben ik heel eerlijk. Ik vind het persoonlijk best wel shit. Misschien vinden jullie het goed. Moet je het maar laten weten in de comments. Maar ik denk dat het best wel shit vindt. Maar ik heb in ieder geval Icardi. Icardi, dat is wel lekker. Icardi, dat is wel lekker. Waarschijnlijk ga ik niet gebruiken. Misschien een super sub of zo. Maar achtergrond, Icardi is natuurlijk wel lekker. Dat vind ik wel heel fijn. Icardi. Ja, ik ga hem zo nemen. Icardi. Dus dat is, daar hebben we wel weer geluk bij. De rest is niet heel best. De licht is misschien nog wel oké. Misschien voor een leuk Nederlands teampje. Als ik daar een keertje weekend league mee ga doen. Of een andere challenge. Maar sowieso, Icardi, dat is wel fijn. Die kan ik wel als een lekker super suppie gebruiken. Dus dat is wel lekker. En dan gaan we snel door. Ja, pakketjes. Aangekomen bij de pakketjes. Zoals je ziet, 3 euro's aan spelerspakketten. En natuurlijk 1 Ultimate Team van de Week pakket. En hier, als hier niet in Mbappé zit. Nou ja, die andere maakt niet echt uit dat we geen Mbappé hebben. Maar het was wel lekker geweest. Maar als hier geen inform Mbappé in zit, dan hebben we wel echt heel veel pech. Maar we gaan in ieder geval de Jumbo-Sanspelspakketjes openmaken. Hopelijk pakken we lekker zo'n lekkere balkade en zo. Dus let's go! Ik hoop in ieder geval een lekkere balkade. Gewoon minimaal 1 balkade of zo, weet je wel. 1 balkade is gewoon prima. Eerst is geen balkade. Ik ga hem wel de animatie aan jullie laten zien. Oh, wel borden. Wel borden. Dat is wel fijn. Dus een Nederlander zal waarschijnlijk de vrij wezen. Oh, Van Dijk! Die is wel heel veel waard. Van Dijk is wel heel veel waard. Die is volgens mij echt 80-90k waard. Daar zijn we tevreden mee. Daar zijn we tevreden mee. Zeker weten. Oh, en Sandjes hebben 1 pack. Oké. Hier, 115k, ouwe. Oh, yo. Oké, ik dacht eerst, nou, dat wordt helemaal niks, ouwe. Maar nu, Sandjes en Van Dijk in 1 pack. Dat is wel echt super dik. Ik ga de rest ga ik allemaal naar de club sturen en dan gaan we gewoon door naar de volgende. Ik verkoop altijd allemaal spelers, dus dat hoeven jullie allemaal niet te zien voor ik het verkoop. Maar dit is in ieder geval heel lekker. Van Dijk en Sandjes in 1 pack. We gaan snel door naar de volgende pakket. En dan wat de Jumbo 600 spelerspakket natuurlijk opnieuw. Dus let's go. Hopelijk een balkoutje of zo. Dat zou wel heel leuk zijn. Ik wil minimaal 1 balkout. Minimaal 1 balkout. En we hebben een balkout. Let's go. Wat gaat het worden? Het is een Fransman. Het is een spits. Het is Griezmann! Griezmann. Let's go, man. Ik had niet eens door dat het Griezmann zou kunnen zijn. Oh, wat ziek, ouwe. We hebben gewoon Griezmann gepakt. 89 reden. Ik ben ook wel benieuwd wat er voor de rest nu erin zit. Oh, dit is echt ziek, ouwe. 84, Bailey en Gamero.
Oh mijn god, hoeveel gaat Griezmann dan? Oh, ik mag gewoon één Walcott hebben, maar ik wist niet dat ik zo'n lijst zou packen, houden. 285k. Woe! Laten we zeggen 300k gaat hiervoor. Dan heb ik ook nu al, laten we zeggen, 400-500k uit twee pakketjes of zoiets. Dat is wel echt heel ziek. Ik ga ze allemaal gewoon weer naar de club sturen. Volgens mij, Bailey gaat ook nog wel voor iets. Ja, laten we zeggen 400-500k heb ik nu al. Dat is echt super lekker. En we gaan ermee door. Deze ga ik naar de transfer sturen. Oké, even dat erop zetten. En dan gaan we door naar de laatste jongens, zelfs al een spelerspakket. Maakt niet meer uit wat daarin zit. Het is al geslaagd. Al pak ik geen MLP. Ik ben helemaal tevreden. We hebben Griezmann gepakt, man. Dus let's go. Laten we gewoon zien. Is het een walkout? Het is geen walkout. Misschien wel borden. Het is wel borden. En het is Portugees, zijn middenvelder. Zeg maar niks. Pizzi. Pizzi, pizzi, pizzi. Ja, die was natuurlijk iets minder. Ja, we hebben natuurlijk echt ziek gepakt, man. Van Dijk en Grizzy. Dus. We hebben niks te klagen. En Dembele. Dembele gaat er volgens mij ook nog wel voor iets. Ja, 4-5k prima. We hebben in ieder geval nu toch niks te klagen. Maar als we nu Mbappé pakken. Als we nu Mbappé pakken. Oei, 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 oei. Wat zou dat voor pack opening wezen, jongens? Dan heb ik echt wel ziek geluk, hoor. Dan heb ik echt wel echt heel ziek geluk. Als we nu nog Mbappé erbij pakken. We gaan meemaken. In ieder geval. Dus let's. Oké. Alsjeblieft een walkout. Laat een walkout wezen. Het is een walkout, het is een walkout. Als de Franse vlag komt, zegt het genoeg. Als de Franse vlag komt, toch? Is er achteraan. Is Icardi. Icardi. Geen Mbappé dan, volgens mij. Of Mbappé kan ook nog natuurlijk. In ieder geval Icardi. Dus heb ik twee keer Icardi gepakt. En volgens mij is Icardi ook zeker wat waard. Volgens mij kunnen we nog steeds Mbappé pakken, of niet? Of is Mbappé 89? Ik heb geen idee. In ieder geval super benieuwd. In ieder geval weer een walkout. In ieder geval, deze deal was echt shit. Ik bedoel echt de shit. Niet shit, maar echt de shit. Oké, geen Mbappé, maar. Oké, verder is het niet heel best. Maar we hebben wel Icardi. Ik ben echt benieuwd voor hoeveel Icardi zou gaan. Hier, we hebben gewoon. Ik denk, ja, laten we zeggen rond de 200k, 160k, 200k. Ik heb in ieder geval iets van 700k gepakt. Dat is gewoon sowieso super ziek. Dat is echt, echt super ziek. Ik denk echt dat ik wel hier zeer tevreden mee mag wezen. Laat me weten in de comments of jij tevreden met mijn reward zou wezen. Als je het zo krijgt als ik krijg in het algemeen. Kijk, je hebt natuurlijk geen Mbappé gepakt. Maar we hebben natuurlijk wel heel veel geluk gehad met Icardi en dat soort dingen. Dus, laat me weten in de comments of je denkt dat ik geluk heb of dat ik geen geluk heb. Nou, ik vind in ieder geval dat ik heel veel geluk heb. Maar laat me weten in de comments en hopelijk zie ik jullie weer bij de volgende video. Vergeet natuurlijk niet een blauw duimpje omhoog te doen, zeker belangrijk. Ook de subscribers, ook heel belangrijk. En hopelijk hebben we volgende week dan weer zoveel geluk, naar mijn mening. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Peace!